The Fifth Dimension met Aquarius, Let the Sunshine In, geweldig plaat. Uh, hoe heb jij nou jouw leveranciers gekozen? Want je zegt ze komen wel naar je toe, maar ja, dan, dan moet je er toch ook nog iets mee doen en contracten of wat dan ook. Marie Sellers bedoel je? Ja. Uh, uh, sorry, ja. Nou ja, eigenlijk heb ik de luxe dat zij zichzelf uh, bij mij aandienen en dat is vaak naar aanleiding van bijvoorbeeld een, een advertorial in een uh, in een vakblad. En uh, ik heb algemene voorwaarden. Die heb ik halve uh, meter van opgesteld. En uh, afgezien daarvan is het wel handig dat je de boel een beetje aftimmert. Ja. En de eerste keer dat zij bij mij bestellen, hebben zij te maken met een minimumafname die uh, gedaan moet worden. En die algemene voorwaarden heb jij wel met een jurist uh, ja. laten opstellen? Ja, zeker. Ja. Want dat is natuurlijk uh, super belangrijk. Ja. Oké, okay. en dan haal jij natuurlijk ook je grondstoffen ergens vandaan. Ja. Dus die leveranciers, uh, hoe doe je dat? Of heb, hoe heb je dat gedaan? Nou ja, dat was in eerste instantie eigenlijk zelf uh, op onderzoek uitgaan. En uiteindelijk kom je met de juiste contacten. Uh, en ateliers uh, zijn eigenlijk van, van grootste belang. En voor mij was het heel erg van belang dat het niet door kinderhandjes wordt uh, gemaakt, en juist dat het een zuiver product zou worden. En je wilde het per se in Nederland. Ja, ja een Nederlands dus product. je hebt ateliers die maken het uh, ja. zeg maar voor jou. Uh, de, de grondstoffen, het, het satijn zelf. Dat haal ik ook bij Nederlandse leveranciers vandaan. Oké, okay, dus... Um, het is er dan eigenlijk een volledig Nederlands product. Nou ja, het wordt natuurlijk wel in het buitenland vervaardigd. Ja. Alleen heb ik te maken met Nederlandse agenten die het mij aanleveren. Want wat ik prettig vind, uh, ik heb een behoorlijk uh, sterke kwaliteitscontrole. Als een stof niet goed is, dat ik er meteen mee uh, met de agenten over kan uh, hebben. Dat ik de rol eventueel terug kan sturen zonder gedoe. Hoe vindt die dan plaats, die kwaliteitscontrole? Met name door de, ook de ateliers. Mm -hmm. uh, zodra we merken dat er weeffouten in zitten, vlekken of wat dan ook, gaat ze de stof retour. Is het je krijgt ze op rollen binnen? Ja. Zit daar dan ook een, een, zeg maar, ingangscontrole? Ja, in wezen wel. Hm. Ja, ja. En dan uh, 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 waar komen die leveranciers weer vandaan die jij uh, die, die rollen leveren? Zit dat in Azië allemaal? Nee, ik haal ze uit Nederland vandaan. En waar zij ze zij, vandaan ja. halen. Ja, het wordt geproduceerd in, uh, in Azië. Oké. Okay. Ja. En um, uh, zeg maar die inkoopcontracten. Jij hebt ook weer hun algemene voorwaarden. waar je aan moet voldoen. Of hoe heb je dat juridisch uh, geregeld? Dat jij. Uh... Nou, dat, uh, dat is niet zo. Uh, dat luistert niet zo heel erg. Nou, in wezen uh, heb je geen contracten met elkaar. Als ik een inkoop doe. Mm -hmm. Dan is het uh, ja, niet goed geld terug. En uh, voor de rest uh, is het een kwestie van vertrouwen. Maar er worden geen bindende afspraken gemaakt. Maar als jij dus een, in een productierun zit. en er blijken weeffouten in te zitten. dan en... krijg ik een nieuwe rol. Oké, okay, dus uh, zij willen ook gewoon jou als klant houden natuurlijk. Ik ben een hele goede klant. Ja. <laughs> Dat geloof ik ja. ook wel, ja. Ja, ik, uh, ik zet zo'n 40.000 uh, satijnen kussens per jaar ongeveer om. We gaan uh, snel naar het volgende nummer. Hier komt Charles naar voren met Chi.